Hallo, mijn naam is Bijen Jamie en ik ben de oprichter van de Yoga Power Studio te Gistel. Vandaag wil ik jullie graag leren hoe je kan leven vanuit je hart en ziel. Als je dus wenst te leven vanuit jouw hart en ziel, dan is het heel belangrijk om jou te aarden. Hoe kan je jezelf aarden? Er zijn verschillende manieren om jezelf te aarden. Veel wandelen in de natuur helpt je te aarden. Dus wandelen met de hond, of met de poes of het konijn. Met de kinderen. Ook op de blote voeten wandelen. Niet op steen, niet op de stenen vloer, maar op de aarde. In het gras, op het strand, de zee. En hoe kunnen we ons nog aarden? Door onze Muladhara chakra, onze wortelchakra, in balans te brengen. En dit gaan we vandaag samen doen. Deze reeks is zowel voor oudere mensen, jonge mensen, kinderen, zelfs mensen met een beetje een beperking of zo. Hey, ik heb ook een beperking, vergeet dat niet. Ja, we hebben allemaal wel ergens een beperking. Dus je kan eventueel ook op een stoel zitten. Voor de zittende houdingen, zoals nu. Ja, dus je kan je nu ook op een stoel gaan zetten. En straks hou je de stoel er gewoon bij de staande oefeningen. En dan kan je je vasthouden aan de rugleuning. Je mag ook op een meditatiekussen zitten. Of gewoon op je poep. Want daar is onze Muladhara chakra, onze wortelchakra. Aan onze zitbotjes, aan het schaambeen. We hebben daar een plaats waarop we zitten, ja, je voelt, je zit er gewoon op, ja. Daar is onze wortelchakra, Muladhara. Dus we gaan gewoon beginnen, zet je comfortabel. En we gaan ons, je kan je dus ook aarden met je ademhaling, ja. En dat gaan we nu eerst doen, goed. Dus je gaat je comfortabel gaan zetten. En je wordt je gewoon bewust van je lichaam. En van je ademhaling. Dus je gaat deze ook niet gaan forceren. Je laat gewoon die ademhaling komen zoals ze komt. Je voelt als je inademt hoe jouw buik opkomt. En vervolgens je borst. En als je uitademt, dan komt de buik en de borst terug naar beneden. Je voelt ook hoe jouw handen je benen raken. Je gezichtspieren zijn ontspannen. Let op je voorhoofd, deze is ook ontspannen. Je wangen. Je oren. En het makkelijkste kan je je gezicht ontspannen door een lichte glimlach rond de lippen te toveren. Je tanden zijn los van elkaar. Dit kan je vergemakkelijken door het puntje van jouw tong tegen je overhemelte te laten rusten met de mond dicht. Dan voel je dat die kaken ook ontspannen. Je blijft ook maar die ademhaling volgen. Die is er gewoon. Zonder ademhaling zouden wij niet leven. Wees dankbaar voor jouw ademhaling. Wees dankbaar voor jouw lichaam. Wees ook dankbaar voor jouw leven. Zelfs al zijn er moeilijke momenten, en dat is het zeker, dat zal zeker zo zijn, want dat is het leven. Ieder leven kan moeilijk zijn of zwaar zijn, maar ga toch op zoek naar die kleine momentjes, die
kleine momentjes van vreugde. Al is het maar een vogel die je hoort fluiten. Of je bent dankbaar voor je woning, dat je een dak boven je hoofd hebt. Dat je elke dag kan eten en drinken. Zoek dan maar dingen waarvoor je dankbaar bent. Ondertussen blijven we ademen, dus je blijft bewust in jouw lichaam. We gaan nu met onze aandacht naar die wortelchakra, Muladhara. Maar je stuit, je zit erop. We gaan ons verbinden met Moeder Aarde. Je voelt hoe jouw zitbotten en jouw staartbeen doorgroeien tot in de kern van de aarde. Je verbindt je met Moeder Aarde. Voel die verbinding. En als je inademt, dan trek je energie omhoog. Langs je wortelchakra, dus vanuit de aarde, trek je energie omhoog. Door de wortelchakra omhoog, door je ruggengraat omhoog. Dan passeert je hart, je keel. En door je hoofd, door je kruin, terug omhoog naar het universum. Dus dit doe je als je inademt. En als je uitademt, dan stuur je jouw liefde terug naar Moeder Aarde. Vanuit jouw hart laat je energie terug naar beneden stromen. Via die wortels, diep de aarde in. En we danken Moeder Aarde voor haar overvloed. Haar overvloed aan voeding. Aan schoonheid. Aan dieren. Want Moeder Aarde die zorgt voor ons. Zij wil dat wij gelukkig zijn. Dus wij kunnen ook zorgen voor haar. We hebben een belangrijke relatie met elkaar. Zij zorgt voor ons. Wij moeten zorgen voor haar. Dat is onze taak. Om in harmonie te leven met al wat leeft. Dus ook met jezelf. Goed. We zijn geaard. Toch al een stukje. Ja, dus we gaan naar de staande bewegingen. Asanas. Dus je mag recht staan. Goed. Je mag je wijd staan. Je kan dus kiezen voor die staande houdingen dat je misschien ook een stoel voor je neemt. Dus dat je de rugleuning kan vastnemen. Ja. Oké. En we gaan onze heupen een beetje losmaken. Dus je plaatst de handpalmen op de onderrug. En we gaan ons bekken. Voorzichtjes. Een beetje losmaken. Ja, want we zijn allemaal niet opgewarmd. Hè? Goed. Oké, en we doen dus de andere kant. En Rowana haar dikke neus duwt tegen de tafel waar de camera op staat. Oké, goed. Nek. Draai maar eventjes rond met je nek. En ondertussen blijf je ademen en blijven je voeten mooi geankerd op de grond. De andere kant met je hoofd. Dus je blijft je al die tijd dat we bezig zijn, bewust van je voeten die de grond raken. We gaan ook naar de andere kant. En van je ademhaling. Oké, nog een keer de andere kant. Goed. Ja. We gaan met de armen losjes. Ja. Jullie hebben deze al gezien. In een ochtendroutine. Ja, dus we letten er hier op dat het
bekken en de knieën en de benen mooi recht blijven. Maar toch gaan we met ons bovenlichaam voorzichtig mee. Het is een opwarming van de ruggengraat. Je hoofd gaat ook mee. We zijn niet geweldig, we zijn rustig aan. Oké. Goed. Zo. Nu gaan we beginnen met de asanas, dus een stabiele, comfortabele houding. Die ervoor zorgen dat de Muladhara chakra in balans komt. Goed, we beginnen met een boom. Ja. Mensen die bang zijn om het evenwicht te verliezen, die nemen de achterkant van de stoel vast. Goed, je plaatst een voorzicht, dus je wortelt eerst goed je linkervoet in de aarde en je plaatst je rechtervoet tegen de binnenkant van je linkerbeen. Waar het voor jou past. Als het voor jou hier past, op de grond, dan is dit jouw plaats. Pas het rond de knie, dan is dit jouw plaats. Pas het beter voor jou, hier, dan is dit jouw plaats. Zoek maar. Je duwt ook de heup niet naar buiten. De spannende kont aan. Adem in, adem uit, handen voor je hart. Als dit kan, anders hou je gewoon de stoel vast. En we blijven hier rustig doorademen. Nog 50 secondjes. En ondertussen blijf je met die voet geankerd in de aarde. Als wij dus willen leven vanuit ons hart aan onze ziel, dan moeten wij heel goed geankerd zijn in Moeder Aarde. Ja. Vandaar dat we deze asanas doen. Dus als je ook elke dag gewoon jouw gewone yoga routine doet, waar ook deze houdingen in zitten, dan ben je ook al goed bezig. Maar je kiest wat er bij jouw leven past, bij jouw levensstijl. Blijf dus gewoon doorademen. Je voelt die spieren werken in dat linkerbeen om mooi rechtop te blijven staan. Adem in, maak je lang. En we laten voorzichtig los. Schud voorzichtig de benen uit. Rechtervoet stevig in de grond geankerd. Linkervoet tegen de rechterbeen. Je spant je rechterbeen goed op. Je heup mooi vast ankeren, dus je duwt je heup niet naar rechts. Adem in, adem uit. Handen voor je hart. Je ankert jezelf terug, mooi in de aarde. En ondertussen ben je gewoon zachtjes aan het doorademen. Asanas lukken veel beter als je dus gewoon rustig blijft. Ja? Dus er is een balans tussen dat parasympathisch en dat sympathisch zenuwstelsel. Dus we gaan op zoek naar de juiste balans, naar de juiste spanning en de juiste ontspanning. Om comfortabel te blijven staan in de asana. Met een zachte glimlach op de lippen gaat het nog iets makkelijker. En mooi doorademen. Ja. En als het jou te veel is, dan stop je gewoon. Ja. Okay. Adem in, maak je lang. En laat voorzichtig los. Ga voorzichtig die knieën een beetje losmaken, de heupen. Dans maar een beetje. Dansen is ook een heel aardende beweging, oefening, bezigheid. Ja. Dus als je graag danst, zet de muziek op en doe een dansje. Ja, is ook heel aardend. Oké. We gaan naar een krijger. Dus kijk voor jezelf hoe wijd je wil gaan. Een krijger kan je zo wijd gaan dat de bovenbel parallel loopt met de mat. Maar daarvoor moet je gezonde heupen hebben. Dus je doet maar wat voor jou past. Oké. Dus de voeten wijd, je linkervoet 90 graden naar buiten, je rechtervoet blijft mooi recht, rechterbeen is mooi opgespannen en gestrekt en de linkerknie is boven de linker enkel. Let erop dat die knie niet naar binnen of naar buiten valt, de knie mikt mooi dezelfde richting uit van de tenen. Je schouders blijven mooi boven je bekken, je koor is een beetje aangespannen. Been mooi gestrekt. Adem in, open die armen. En we kijken over de
linker middenvinger voor 30 secondjes. En je focust je terug op die voeten die stevig geaard zijn in de aarde. Dus idealiter doe je deze reeks in de zon, op het gazon of misschien wel op het strand. Ja. Het is hier ook heel belangrijk dat je blijft doorademen en houd de focus op die Muladhara chakra hier onderaan. Het is ook een Pyreneeum genoemd. Oké, laat die armen zakken. Benen terug. Recht. En we doen hetzelfde met de rechter. Draai die rechtervoet. Ik heb nog één iets vergeten te zeggen. De hiel van de rechtervoet die loopt naar de boog van de linkervoet. Mooi in de rechte lijn. Dus je kijkt hoe diep je kan. Je linkerbeen mooi opgespannen, core opgespannen. De rechterknie boven de enkel. Schouders recht, dus we gaan niet meer naar voren. We houden ons mooi recht. Adem in. Let op die knie, dat die knie niet naar binnen of buiten valt. En we ademen 30 secondjes over die rechter middenvinger. Kijk, over die rechter middenvinger. En die ademhaling is zacht. Voel die Muladhara chakra, die wortelchakra in balans komen. Voel je verbonden bent met Moeder Aarde. Hoe jij de zuurstof van de bomen inademt. Dat is een mooi allemaal, hè? Hoe alles samenwerkt. En laat die armen zakken, benen terug samen. Goed. Breng de voeten terug samen. Kip. We gaan een stoel doen. Ja. Utkatasana. De voeten zijn bij elkaar. Oké. Je ziet waarschijnlijk heel veel mensen dit doen als stoel. Dit is zeker en vast niet te bedoelen. Zeker niet als je slechte knieën hebt of slechte heupen. Een gezonde stoelhouding. Zijn de knieën niet verder dan de tenen. Ja? Dat is ook heel slecht voor de meniscussen, ja, als je dieper gaat. Okay? Ook voor het bekken. Dus waar gaan wij op letten? Dat onze schouders, onze heupen en onze hielen ongeveer op dezelfde lijn zijn. En dat die knieën niet over de tenen gaan. Ja? Adem in, adem uit, handen voor je hart. Als je dat wenst, kan je nog. De armen omhoog brengen. En kan je kijken naar die handpalmen. We blijven hier nu 30 secondjes. Maar als je dat wenst, dan kan je dit gemakkelijk een minuut of 2 minuten of zelfs 3 minuten volhouden. Ja, dat is een hele goede oefening voor de meniscussen ook. Ja, voor de quadriceps. Maar het zou een beetje saai zijn, moesten we alle houdingen super aan aanhouden. Nee, maar dit zijn hele simpele, aardende asana. Dus dit kan je allemaal zelf doen. Hè? Ja. Dus die voeten zijn terug mooi geankerd in de aarde. Die ademhaling is zacht. En adem in, maak je lang. Oké, goed. Laat die armen een beetje los. Ja, die schouders. Oké. Goed. Oké. Je plaatst de rechtervoet op de linkervoet. Misschien draai ik mee, dat ik beter kan zien wat ik bedoel. Hier kan je ook terug de stoelleuning vastnemen. Core een beetje opspannen. Linkerbeen is sterk. Linkerheup dus niet. Naar buiten vallen met de heupen. De heup blijft mooi recht. Dus je spant die komspieren aan. Oké. Je rechtervoet op je linkervoet. De hiel, teen, scheenbeen. Bom. De billen, binnenbillen. Probeer die teen naar elkaar te duwen. Tussenarmen spannen. Adem in, adem uit. Handen voor je hart. Oftewel blijf je nu hier voor 30 secondjes. Of je hebt de stoel vast. Ja. Of je brengt de handen in lijn. Van je voorhoofd omhoog.
En misschien kan je nog voor de laatste 20 secondjes de ogen sluiten. Het is niet erg als je de zon valt. Dan begin je gewoon eventjes opnieuw. Ja, het is een speelhouding, dus je probeert maar met de ogen dicht, niet bang zijn. Oké, maak je lang en laat los. Ja. Ik val er ook uit, hè? Maar als je het niet probeert, dan ga je het niet gewoon raken. Hè? Goed, draai mee om voor de andere kant. Oké, linkervoet. Eerst sterk maken. Sterk been ertussen. Linkervoet op de rechtervoet. Sterk been. Core. Adem in, adem uit. Dan blijf je hier. Of we gaan omhoog met de handen in lijn met je voorhoofd. Nog 20 secondjes, misschien de ogen dicht. Niet zo simpel, maar het is toch leuk om te doen, ja? Dus als spelenderwijs kun je ook je Muladhara chakra openen. Goed. We doen nog een asana. We gaan nog een krijger doen, nog een Virabhadrasana. Ja, we doen krijger 1. Dus terug doe je wat er bij jou past. Oké, voeten zijn terug wijd. Linkervoet 90 graden. Rechtervoet 45 graden. Ja. Dus het is de bedoeling dat we ons bekken naar voren kantelen. Ja, dus de bekken is wijst naar de voorkant van je mat. Van mij doet dat pijn aan mijn knie. Ja, oftewel blijf je dus zo, als je pijn hebt aan de knie, dan kom je op de tenen. Is iets moeilijker, dan moet je die heel, die rechterhiel, naar de mat duwen. Oké, linkerknie is boven de linker enkel. Goed, schouders terug boven de heupen. Eventueel heb je de stoel vast. Ja, oké, opletten met de knieën. Armen omhoog. Mooi. En we blijven hier nog 20 secondjes. Blijf terug mooi doorademen. Die voeten zijn terug. We altijd geankerd in de aarde. Je voelt die Muladhara chakra, die wortelchakra. Je voelt dat misschien niet, maar dat is niet erg. Je brengt gewoon je aandacht naar daar. Ademhaling is zacht. Laat die armen zakken. Benen terug. Nog. Juist de andere kant. Ja. Dus je rechtertenen. Ja. Zelfs 90 graden. Linkertenen 45 graden. Dat bekken gaat mee naar voren. Ja. Goed. Let op die knieën. Anders ga je maar op de tenen. Ik weet dat deze iets uitdagender is, dus je doet gewoon dat dat bij jou past. Ja? Oké, okay. Knie boven de enkel. Schouders boven het bekken. Adem in. Breng de armen omhoog. Ontspannen. Het enige dat werkt zijn de benen. De rest is gewoon ontspannen. En laat je armen zakken. Goed. Breng de benen terug samen. Ga terug op je stoel zitten. Of je gaat terug op je wortelchakra zitten. Goed. We gaan ons samen mooi afsluiten. Voel die energie stromen door je lichaam. Je kan de prana, de chi voelen stromen. Voel het leven stromen door jouw lichaam. En open ook jouw hart. Want al jouw dromen leven in jouw hart.
zal je wel weten of dat je jouw zielenwens of jouw hartewens leeft. Voel dan hoe jouw hart voelt. Voelt jouw hart gelukkig aan? Maakt het vreugdesprongetjes? Kriebelt het? Zitten er vlindertjes in? Of voelt het zich zwaar? Verdrietig? Dat is allemaal oké. Ja, het is aan jou om naar binnen te gaan. Om te voelen in jouw hart hoe het met jouw ziel is gesteld. Hoe is het met jouw hart gesteld? Voel maar. En als er een traantje komt, dan is het ook allemaal oké. Of als het kriebelt, dan is het ook oké. Als het niets doet, is het ook oké. Ja, zolang jij maar weet dat je een keuze hebt. Jij hebt een keuze om te leven in liefde. Om te leven volgens jouw zielenwens, jouw hartewens, jouw passie. Jij kan zelf de keuze maken om volgens jouw hart te leven. En daarvoor hoef je maar te aarden en in te tunen met jouw hart. Als je iets moet beslissen, voel dan jouw hart. Wat zegt jouw hart? We leven al zo lang vanuit ons hoofd. Dit is nu niet meer nodig. We mogen terugleven vanuit ons hart, vanuit onze intuïtie, vanuit onze passie, vanuit onze ziel. Laat je hart maar openen en voel je verbonden met Moeder Aarde. Voel maar hoe Moeder Aarde jou draagt, ondersteunt, voedt. Voorziet van alles wat mooi is. Blijf maar zacht ademen. Laat je handen voor je hart. Hef je hart op. Buig je hoofd. Namaste. Ik groet het licht in jou. Laat jouw licht schijnen. Toon wie je bent. Toon jouw hart. Toon jouw licht. En help zo van de wereld een betere plaats te maken. Nu is de tijd. Straal. Tot ziens. Ik hou van jullie. Dag.